Ministers, collega's, meneer minister, ik heb u een stukje taart mee. Voor nu of voor straks. Maar ik dacht 57 miljoen extra voor personen met een handicap in uitbreidingsbeleid. Dat verdient een attentie. Ik wil u dat krediet ook geven. Het is een stukje taart. Ik had u heel graag een volledige taart meegebracht. Maar toch een stukje. Omdat, collega's, we ons ook wel bewust moeten zijn van de tekorten die bestaan en jammer genoeg zullen blijven bestaan. En ik denk op sommige vlakken eerst nog wat zullen slechter worden voor het beter gaat. Neem nu de uitbreiding van de middelen voor minderjarige personen met een handicap. U hebt daar 7,6 miljoen uitgetrokken voor bijkomende PAB's. Bijzonder welkom geld. Er wachten vandaag namelijk meer dan 1367 jongeren op een PAB. Gemiddeld 5 jaar en sommigen al 15 jaar aan een stuk. En dus die 7,6 miljoen is bijzonder welkom. Vorig jaar hebt u daar 8,6 miljoen aan besteed. En daarmee kon u 228 assistentiebudgetten toekennen. Ruim minder dan de 269 nieuwe dossiers. Ruim minder dan de 700 aanvragen, wat betekent dat er meer dan 400, bijna het dubbele van de toekenningen, geweigerd zijn. Dit laat toe om alle hoera-berichten in het juiste perspectief te plaatsen, meneer de minister. Ik denk dat de middelen welkom zijn, maar zelfs niet toereikend zullen zijn om de nieuwe dossiers af te leggen. Ik heb trouwens op uw taart ook een kaarsje gezet. Binnenkort kan u vieren dat u 1 jaar geleden de persoonsvolgende financiering hebt ingevoerd. En dat is meteen de reden waarom ik ook gekozen heb om er citroentaart van te maken. Omdat ook dat dossier een kleine zure smaak heeft. Zuur omdat het blijft wachten op de garantie aan mantelzorgers dat wanneer zij het niet meer aankunnen om de zorg gedurende een weekend of vakanties op te nemen voor hun kinderen, de garantie zullen hebben dat er een plek in hun voorziening zal zijn. Als we mogen geloven, dan zullen pas deze week, voorzieningen het juiste bedrag krijgen waarover zij beschikken qua werkingsmiddelen na de invoering van persoonsvolgende financiering. Ze hebben 50 weken dit jaar eigenlijk blind gevaren bovenop de jarenlange besparingen op hun werkingsmiddelen. Dit wordt ervaren, meneer de minister, als een wurggreep. Duizenden zullen ruim verder dan 2020 moeten wachten op gepaste hulp en het moeten doen met 300 euro per maand om hun zorg te organiseren. Meneer de minister, ik heb u nog iets mee. Dit is de solanum tuberculosum. In de volksmond een patat. Waarom? Omdat we meer en meer signalen krijgen dat u bezig bent om hete aardappelen over de legislatuur te duwen. Want of het nu gaat over leefkosten, waar we deze week mochten vernemen dat mensen nog een hele tijd zullen moeten wachten om te weten hoeveel ze zullen betalen om in een voorziening te wonen. Of het nu gaat over een onaanvaardbare discriminatie van leerlingen die in onze internaten van het GO les volgen en daar verblijven en niet kunnen genieten van een terechte voorrangsmaatregel op het moment dat zij meerderjarig worden. Of het nu gaat over het bijzonder schrijnende dossier van ongelijke financiering van voorzieningen, die nu als resultaat heeft dat mensen perfect de gelijke handicap kunnen hebben, maar een totaal uiteenlopend budget. De indruk bestaat dat u bezig bent om dit over de legislatuur te tillen, om verder te gaan dan 2019, om oplossingen te maken op leme voeten richting 2022. Ik ga u de twee geven, meneer de minister. Ik hoop dat u de taart smaakt, maar ik hoop dat u die patat bijhoudt. Want geen enkele persoon met een handicap heeft er baat bij als verantwoordelijke ministers hete aardappelen doorschuiven. De manier waarop persoonsvolgende financiering wordt aangepakt, meneer de minister, kan beter en moet vooral veel beter.